Hun reserves zijn op, hun geduld is op en het begrip voor het beleid van de overheid is in sommige gevallen ook nog eens op. Geen wonder, zeggen ondernemers, dat de ongehoorzaamheid toeneemt. Het is gewoon onmogelijk om je ding te doen. En dat is nog frustrerender als de lockdown op zich. Ik kan wel voorstellen dat iemand zegt, ga gewoon open, bekijk het allemaal maar. Ja, er zijn er mensen die trekken dat gewoon niet meer. Je moet best wel stalen zenuwen hebben om hier doorheen te komen. Geraldo Winnik heeft 5 kledingzaken, waarvan 2 op de Tongerense straat. Hij krijgt af en toe een knoop in zijn maag van de hele situatie. De rekeningen blijven binnenkomen terwijl de onverkochte kleding zich in zijn magazijn in hoog tempo opstapelt. De dingen die we al besteld hebben voor het voorjaar, die proberen we natuurlijk uit te stellen. Je probeert met iedereen een afspraak te maken dat alles on hold gezet wordt. Of mondjesmaat geleverd wordt, omdat je toch een nieuw product wil laten zien. Je kan niet continu maar dezelfde collecties tonen. Want hoeveel voorraad ligt er nu hier? Heel veel. Heel veel. Voorraad waar we dus eigenlijk al nu bijna vannacht zouden zijn geweest, dat ligt nu nog te wachten op een klant. Ook bij de eigenaresse van deze lunchroom in Waalre is de rector financieel wel zo'n beetje uit. Het moet niet zo zijn dat het nog 3 maanden gaat duren, want ja, dan hou ik het ook niet meer vol. Ligt u wel eens 's nachts wakker? Soms. Hoe gaat het dan? Wat gaat er dan door je hoofd? Ja, nou, dan lig je toch te piekeren van, ik moet dan nog betalen, dan nog betalen. De steun die ze krijgt is maar een druppel op de gloeiende plaat. Toch is het vooral het gevoel van onrechtvaardigheid dat haar gefrustreerd maakt. Kijk, nou daalt het, hè, de coronapatiënten. Maar ja, ze doen dadelijk toch eerst die andere winkels allemaal weer open. En wij weer als laatste. En nou moeten ze eigenlijk zeggen, we doen nou de restaurants en de lunchrooms open. En dan, daarna is weer andere dingen bekijken, want dat lag daar niet aan. Ik vind dat die dan als eerste open mogen. Ik vind het onrechtvaardig. Ja, ja. Maar een statement maken tegen de overheid doen deze ondernemers nog net niet. Daarvoor is de situatie niet gepast en zijn de boetes te hoog. Kijk, ze zeggen wel massaal in Nederland, wij gaan de 17e allemaal open. Ja, het is hier een klein dorp. Ik ben de enige die dan overdag wel heel de dag open is en ze binnen kunnen lopen om te bestellen. Dan heb ik zo'n bekeuring aan mijn broek van 4000 euro. En als ik die 2 krijg, dan hou het sowieso op, want dan kan ik het ook niet meer betalen. Ik begrijp de frustratie van heel veel mensen. Ik begrijp ook dat je, zeker met vers producten, zit je ook met voorraad. Maar goed, ik vind wel, hou je gewoon aan de regels. En laten we met z'n allen, als iedereen pas op de plaats houdt, in heel de keten, van begin tot eind van het product, dan moeten we het met z'n allen kunnen redden.